Welkom bij paragraaf 2.1 van Zuidoost-Azië in beeld, de koloniale invloed in Zuidoost-Azië. En druk op een keer het knopje. Waar gaan we naar kijken deze les? Eerst maar eens even zien welke koloniale overheersers er waren in Zuidoost-Azië. Dan het begrip afhankelijkheidsrelaties, bevolkingslandbouw versus ondernemingslandbouw, fragmentarische modernisering en rurale differentiatie. Nou, als je gaat kijken naar Zuidoost-Azië ten tijde van de koloniale tijd, dan zie je dat er eigenlijk een behoorlijke verdeling was van het gebied over verschillende buitenlandse mogendheden. Zo hadden de Britten met het donkergroene gedeelte op deze kaart veel invloed in Burma, in Myanmar, in Australië natuurlijk, en delen van Indonesië en Maleisië. Je ziet Nederland dat Nederlands-Indië in bezit heeft, Spanje en de Filipijnen. En dat daarmee dus de westerse mogendheden behoorlijk veel invloed hadden. De Fransen die hadden alleen Vietnam en Laos, dus een relatief klein oppervlak in vergelijking met wat de rest van de Europeanen hadden. De Chinezen die zaten gewoon al in China, de Japaner al in Japan en het Russische Keizerrijk. Omvat eigenlijk ook hetzelfde gebied is dat nu nog tot Rusland hoort. Dus dat is niet zoveel veranderd. Maar Zuidoost-Azië heeft behoorlijke veranderingen doorgemaakt als het gaat om wie er de baas is. Nou, wat zijn nou afhankelijkheidsrelaties? Die afhankelijkheidsrelaties die kwamen vooral voor in Indochina. Dat was een exploitatiekolonie van Frankrijk. De vraag aan jullie is, wat is nou een exploitatiekolonie? Nou, dat gaat in dit geval dus om de grondstoffen. En wat je zag dat er gebeurde was dat in het noorden van Vietnam de inheemse wetten behouden bleven, terwijl de Franse invloed in het zuiden enorm groot was. En wat dus een afhankelijkheidsrelatie is, door de invloed van die Fransen in het zuiden van het land, zag je dat Indochina afhankelijk werd van het Franse moederland. En dat leverde natuurlijk problemen op met het moment dat het land zelfstandig werd. Het moest op de een of andere manier zijn politieke bestuur weer netjes op orde krijgen. En het grote verschil tussen Noord en Zuid bleef dus bestaan. En het opmerkelijke ook was dat de Franse mensen niet op industrialisatie inzetten, maar juist op landbouw. Ze zagen het gebied als een leverancier van voedsel. En daardoor ontwikkelde het land technologisch gezien zich ook helemaal niet. Dan het verschil tussen bevolkings- en ondernemingslandbouw. Nou, dat is iets wat je met name in Indonesië heel erg sterk terugziet. Voor de komst van de Nederlanders rond 1600 was er heel erg veel zelfvoorzienende landbouw, dus voor eigen productie. En dat noem je dus bevolkingslandbouw. En bij de komst van de VOC, vanaf 1600, werd er steeds meer land ingenomen. En rond 1759 was heel Indonesië gekoloniseerd door de Nederlanders. En wat er gebeurde was dat de Nederlanders ook wel inzagen dat er duidelijkheid moest zijn omtrent regels en dergelijke. En zij gingen vanuit Batavia, dat zij als hoofdstad in dienst hadden gesteld, de landbouw aansturen. En je boek staat daar nog wel een kaart over. Maar dat is dus wat ondernemingslandbouw. Hier werd als het ware een BV opgericht, waarvanuit de landbouw heel gestructureerd werd uitgevoerd en producties werden gecontroleerd. De boeren die kregen dan een bepaald bedrag voor productie, maar dat was heel erg weinig. Dus het waren eigenlijk het voorbeeld ook weer van exploitatiekolonie. Het was niet de bedoeling dat de Nederlanders er zich echt gingen vestigen, maar ze waren wel bezig met de grondstoffen. Er staat er nog een quoteje uit het boek. Daarbij hadden de Nederlanders de controle over de hoeveelheden en de prijzen van producten zoals koffie, thee, indigo en specerijen. De Nederlandse staat werd zo rijker en rijker. Tijdens het hoogtepunt van het cultuurstelsel verdiende Nederland 1/3 van de staatsinkomsten met dit beleid. Nou, dat is dus het cultuurstelsel, het stelsel van de ondernemingslandbouw vanuit Batavia over Indonesië.
Maar wat zouden de gevolgen nu zijn geweest voor de ondernemings van de ondernemerslandbouw voor die kleine boeren? Nou ja, je ziet, omdat er zo ontzettend veel wordt gemoderniseerd in die grootschalige bedrijven, dat de boeren die nog zelfstandig waren, eigenlijk achterblijven. En waarom leidt dat dan tot fragmentarische modernisering? Nou, alleen de door de overheid gesteunde bedrijven, die zullen groeien. Terwijl de kleine, inheemse bedrijfjes, om het maar zo te zeggen, achterblijven. En het gevolg daarvan is dus dat een deel van het land moderniseert en een ander deel niet. En dat is dus fragmentarische modernisering. Het gevolg is dat er grote verschillen ontstonden in de ontwikkeling tussen de verschillende landbouwgebieden. En dat is wat je rurale differentiatie noemt. De overheid aan de ene kant stimuleert landbouw in de BV. En aan de andere kant worden de kleine boertjes in het achterland, in het rurale gedeelte van het land, achtergesteld. En als je dan gaat kijken naar wat je ziet, is dat zeg maar uiteindelijk de bedrijfsgrootte gaat toenemen, want die overheidsgesubsidieerde bedrijven zijn enorm. Je krijgt dus eigenlijk een differentiatie tussen de grote boeren en wat ze hier noemen de arme keuterboeren, ofwel de kleine boertjes met de kleine areaaltjes land. Dit is een samenvattingsopdracht, die zou ik je aanraden te maken, want die samenvattingsopdracht die geeft je meer inzicht in de verschillen tussen de verschillende landen in Zuidoost-Azië. Doe dat als volgt. Zet de verschillende landen onder elkaar, dus Indochina, Laos en Cambodja, de Engelse koloniën en de Indonesische archipel en Thailand. En geef dan per land aan hoe het land zich gedurende de jaren heeft ontwikkeld. Er staat veel tekst van in je boek. Je moet het wel kennen, je moet er iets over kunnen zeggen. Want het is namelijk belangrijk dat je een overzicht krijgt van de ontwikkelingen, maar ook in de verschillen tussen de landen. Goed, tot zover in deze paragraaf. Let dus met name op de verschillen in de agrarische samenleving en de verschillende wijzen waarop de koloniale overheersers in Zuidoost-Azië te werk gingen.